Natuurlijk, ik verwacht dat het niveau daar wat hoger is. Ik wil me gewoon verder ontwikkelen. En in mij zit het vertrouwen dat dat de juiste plek is. En ik ga het allemaal op me af laten komen. En ik ga het allemaal beleven. Ik heb er wel super veel zin in. Hoe was het om hier afscheid te nemen vandaag, Ramis? Ja, je weet dat het eraan komt. Alle focus was natuurlijk op de wedstrijd eerst. Als je het veld opkomt, besef je van hey, dit is de laatste keer. En dan kijk je om je heen. En dan voel je al wel wat in je lichaam. En dan gaat de wedstrijd van start. En dan ben ik totaal daar niet mee bezig. Maar na het laatste fluitsignaal en dat we hem binnen hebben, komt alles los. En dan voel je hem wel. En ik denk dat ik een mooi afscheid heb gekregen van de club, van de supporters. Mooie woorden van Jan Strooijer. Dus daar ben ik ze enorm voor dankbaar. Is het moeilijk om daar tijdens de wedstrijd ook niet mee bezig te zijn van dit is de laatste keer dat ik hier als speler van Twente ben? Je hebt toch lang gespeeld? Ja, inderdaad. Het meeste wat in je hoofd zit in de wedstrijd is van we moeten hem winnend afsluiten. Dat is uiteindelijk ook het doel van de wedstrijd, dus dat komt wel mooi samen. Als je dan even naar de klok kijkt en je ziet dat er nog 10 minuten te spelen zijn en die 1-0 voorsprong hebt, dan gaat het toch wel door je heen van dit mag en moet niet meer misgaan en dit is echt de laatste keer. Dus in dat opzicht gaat het af en toe wel door je heen. Is de wedstrijd uiteindelijk afgelopen? Hè? Inderdaad, je zegt het mooie woorden, je wordt weer toegezongen door het publiek hier. Beschrijf eens wat er dan allemaal door je heen gaat op zo'n moment. Ja, er komen er bepaalde emoties los. Dat is heel menselijk. Dat betekent dat de mensen je hier raken. Dat betekent denk ik ook dat je er een prachtige tijd hebt gehad. Het is waardering. En die voel ik van alle kanten hier. Die heb ik de laatste 3-4 jaar dat ik bij het eerste ben gekomen altijd gevoeld. En daar ben ik iedereen enorm voor dankbaar. En kan ik een mooie stap maken? Heb ik wat moois achtergelaten voor de club? En hopelijk zometeen nog even met z'n allen mooi afsluiten. En dan kan ik met een leeg hoofd weg hier. Je gaat uiteindelijk dan richting Feyenoord, hè? Want Jan Strooijer zei dat net inderdaad ook op het veld. We hebben het je wel heel erg moeilijk gemaakt met die stap naar Feyenoord. Ja, iedereen weet dat het natuurlijk 2 keer mis is gegaan. We hebben natuurlijk ook wel eens hard tegenover elkaar gezeten. Dat is geen geheim meer. Ik had het gevoel dat ik toe was aan mijn volgende stap. Ik had meer uitdaging nodig. Maar uiteindelijk de club bepaalt daarin. Jan heeft daarin bepaald. Is het moeilijk om dan dat toch links te laten liggen van je en je focus op het voetbal te houden? Ja, tuurlijk is dat moeilijk. Iedereen kan wel zeggen van er is niks aan de hand, ik voel het niet. Als je ergens wat wil of je hebt je zin ergens op gezet, dan wil je daar gewoon voor gaan. In ieder geval zo zit ik in elkaar. Dus daar had ik me hard voor gemaakt. Uiteindelijk is het niet zo geweest. En is onze band gewoon goed geweest uiteindelijk. We hebben dingen uitgesproken. Zoals je op het veld kon zien, denk ik, zit het helemaal goed tussen ons. Ik ben hem ook enorm dankbaar. Hij heeft mij samen met Ron Jansen hier de kans gegeven. Zij hebben het in mij zien zitten. En altijd het vertrouwen uitgesproken. Dus vanuit daar heb ik een basis van hun gekregen om het hier te gaan maken. En ik denk dat ik iets moois heb achtergelaten en daar ben ik enorm trots op. Je gaat uiteindelijk naar Feyenoord, hè? Dat 3 keer de scheepsrecht, bij de derde keer wel dat het raak was. Hè? Dat jij inderdaad die stap ging maken. Wat kreeg je te horen in die gesprekken met Feyenoord, waardoor ze jou zo graag wilden hebben? Nou, in eerste instantie met de trainer. Die heeft mij een duidelijk beeld gegeven wat hij met me wil. Dus dat geeft veel vertrouwen. Zijn voetbalvisie heb ik voor me gekregen, uitgelegd gekregen. En ik kan zeggen, dat kwam enorm positief over. Natuurlijk de verhalen die er zijn over de trainer. Dat die spelers ontwikkelt en ik kijk daar enorm naar uit om onder hem te gaan werken. En ten tweede een fantastische club, een grote club. Geweldige supporters ook, net zo geweldig als ik hier natuurlijk heb meegemaakt. Dus alles bij elkaar, het totale plaatje, had ik maar één doel. Dat was dat ik daarheen wou. En natuurlijk waren er ook andere dingen, maar ik heb mijn ogen nooit ergens anders op gezet. Dit was wat ik wou, in mijn hoofd wou ik dit. Ik heb mijn zinnen daarop gezet, vertrouwen gehouden daarin. De club heeft daarin het vertrouwen gehouden in mij, dus uiteindelijk is het gelukkig een match geworden. Heb je de enige verwachting bij wat je kan verwachten dadelijk als je inderdaad op 3 juli is volgens mij gaat beginnen bij Feyenoord? Natuurlijk. Ik verwacht dat het niveau daar wat hoger is. Ik wil me gewoon verder ontwikkelen en in mij zit het vertrouwen dat dat de juiste plek is. En ik ga het allemaal op me af laten komen en ik ga het allemaal beleven. Ik heb er wel super veel zin in. Ik zie het ook aan je, als je het erover hebt, begin je er ook bij te lachen. Dat zegt wel iets. Ja, zeker. Het is gewoon mooi als je stappen kan maken.
En als je er iets hebt om naar uit te kijken, en, ja, dat heb ik nu.